Oefeningen tegen sinaasappelhuid die je thuis kunt doen. Oefeningen tegen sinaasappelhuid die je thuis kunt doen om sinaasappelhuid te bestrijden, moeten we een holistisch plan volgen dat lichamelijke activiteit combineert met een gezond dieet dat ons lichaam helpt zich te ontdoen van gifstoffen, zodat we onze doelen kunnen bereiken. Het is mogelijk om van de sinaasappelhuid, of cellulite, waar je je zoveel zorgen om maakt, af te komen. Je hebt alleen wat wilskracht en een beetje inspanning nodig. Cellulite is de opbouw van vet, water en gifstoffen op verschillende plaatsen van het lichaam. Het resulteert in een bobbelige, slappe huid. Door die bobbeltjes komt het aan de naam sinaasappelhuid. Sinaasappelhuid wordt niet veroorzaakt door overgewicht, het is namelijk zo dat ook dunne mensen hier last van hebben. Oorzaken van sinaasappelhuid. Om effectief van cellulite af te komen, is het belangrijk om te weten waardoor het wordt veroorzaakt. De meest voorkomende oorzaken zijn onder andere genetische of erfelijke oorzaak. Hormonen, normaal veroorzaakt door een overmaat van oestrogeen. Sommige anticonceptiepillen leiden tot sinaasappelhuid. Gebrek aan beweging is een van de belangrijkste oorzaken. Constipatie resulteert in een toename van de gifstoffen in het lichaam, waarvoor vezelconsumptie essentieel is. Slechte bloedsomloop. Vloeistofretentie. We moeten onze zoutinname verminderen om vochtophoping te voorkomen. Slechte voedingsgewoonten, overtollige vetten, meel en suikers. Te veel alcohol drinken. Het dragen van kleding die te strak zit, waardoor de bloedsomloop wordt belemmerd. Lees ook. Cellulite verminderen met deze natuurlijke remedies. Lichte oefeningen om van sinaasappelhuid af te komen. Regelmatige lichaamsbeweging verbrandt vet, traint de spieren en elimineert gifstoffen. Bovendien vermindert het vochtretentie, helpt het bij het pompen van meer zuurstof door het lichaam, verlaagt het stress en versnelt het de stofwisseling. Met andere woorden, het brengt je in staat om controle uit te oefenen over veel van de oorzaken die leiden tot cellulite. Dit helpt je om van de sinaasappelhuid af te komen. Als je elke dag een uur stevig wandelt, komt de bloedsomloop goed op gang. Een goede wandeling is geweldig voor de benen en bilspieren. Dat zijn de lichaamsdelen waar de cellulite vooral de neiging heeft om te ontstaan. Door elke dag een uur te bewegen kunnen we onze spieren aan het werk zetten en zo onze benen verstevigen en versterken. Dansen, fietsen, zwemmen en elke vorm van watersport, meerdere keren per week, doet wonderen voor de benen en het bestrijdt sinaasappelhuid. De hele dag actief zijn, en niet langdurig zitten, kan ook een positief effect hebben. Probeer zoveel mogelijk de trap te kiezen in plaats van de lift te nemen, en kies ervoor om te lopen of te fietsen in plaats van met de auto te gaan, waar dat mogelijk is. Als het voor je werk nodig is dat je overdag vele uren zit, probeer dan je benen te bewegen en regelmatig op te staan. Aan de andere kant, als je meestal op je voeten staat, probeer dan te lopen of je benen en enkels te bewegen. Cellulite wordt erger als je lang achter elkaar in dezelfde positie verblijft. Zo doe je de oefeningen op de rug liggend. Ga op je rug de grond liggen met gebogen knieën, en je benen tegen elkaar.
Ontspan je armen en buik. Spreid je benen en sluit ze dan weer, terwijl je je bilspieren aanspant en je heupen omhoog tilt. Op je zij liggend ga voor deze oefening op je rechterzij liggen. Plaats je rechterhand onder je hoofd en til je linkerbeen omhoog. Til je been op en houd je knie recht, zonder je rechterbeen aan te raken. Herhaal dit met het andere been. Staand sta stil, buig je rechterbeen en til je rechterknie op tot aan je borst. Je rug moet te allen tijde recht blijven. Doe 3 sets van 10 of 15 herhalingen en doe hetzelfde met het linkerbeen en de linkerknie. Een stoel gebruiken. Neem een stoel en zorg ervoor dat deze stevig op de grond staat en niet kan verschuiven. Ga naast de stoel staan, pak de rugleuning van de stoel met je rechterhand vast en til je linkerbeen zo hoog mogelijk op. Laat je been zakken, buig je knie en til het weer op. Herhaal de beweging, afwisselend met beide benen. Op handen en voeten probeer deze oefening uit door op je knieën te gaan zitten, met je armen licht gebogen en stevig op de grond. Met één knie op de grond, til je de andere naar links tot de hoogte van je heupen. Zie ook, je rugspieren verstevigen met 6 oefeningen squats. Dit is een oefening die je staand doet. Zet je voeten iets uit elkaar en houd je handen op je heupen. Buig de knieën in een hoek van 90 lege bullies. Blijf 2 minuten in deze positie en keer terug naar de oorspronkelijke positie. Massages zijn ook nuttig. Massages en regelmatige scrubs zijn essentieel voor het verwijderen van opgeslagen vetten, zoals gifstoffen en vocht. Een goede massage brengt opgeslagen stoffen in beweging en leidt ze naar de juiste weg om uit het lichaam te worden verwijderd. We kunnen elke dag een eenvoudige massage proberen op de plaatsen waar we last hebben van sinaasappelhuid om het uiterlijk van onze huid te verbeteren. Je kunt jezelf masseren met een scrubmiddel of een scrubhandschoen. Je huid kan tijdelijk weer normaal worden, maar houd er rekening mee dat het een teken van bloedcirculatie is. Ook kun je jezelf elke dag of meerdere keren per week onder de douche anticellulite crème in cirkelvormige bewegingen aanbrengen. Het volgen van een evenwichtige dieet en een routine met voldoende lichaamsbeweging zijn 2 sleutels tot de bestrijding van sinaasappelhuid. Je kunt het beste stap voor stap beginnen en deze tips stap voor stap toevoegen aan je levensstijl.